feel paralyzed. Welkom dames en heren bij No Limits 2, aflevering, aflevering 3. We gaan vandaag de 3 achtbanen bestrijden en dat zijn de Cheesy, de Cliffdriver en de Colossus 1978, what the fuck. Nou, eerst gaan we beginnen met Cheesy. En terwijl de achtbaan opstart, gaan wij F2 indrukken. En dit is een houten achtbaan. Dit is een houten achtbaan. We zien hier de snelheid van Cheesy. En volgens mij, als ik me niet vergis, is dit nog een achtbaan uit No Limits 1. Zo, we gaan wat stijlen mogen. Zo, dat gaat stijlen mogen. Het is ook maar 1 kar. What the fuck? 1 fucking karretje, jongens. Nou, oké. Cheesy, met 12 uur hoog. Jullie kunnen de snelheid volgen. Ik ga natuurlijk even wel een beetje meer voor de layout doen. Van de baan. Die gaat. Oké, die gaan met die verpesten het eigenlijk wel een klein beetje, moet ik zeggen, in dit geval. Ja, gaat eigenlijk wel. Op die filter. Volgens mij heeft te maken verkeerde aquatype geselecteerd. Want dit is echt zo'n wild muis type. Dus eigenlijk was wild muis kaartjes waar je beter bij bestemd, denk ik. In plaats van houten aquatype. En mijn woord is heel scherp hoor. Zo, de you. Dit is nog zo'n scherp. Hele scherpe bochten, jongens. Dit is echt voor houten aquatype niet echt gepast. Ah ja, wat zit het echt scherp wordt, toch? Die gaan we niet meer heel veel speed op. Ja jongens. Dit is echt gewoon. Dit is niet het goede arbeid. Voor dit arbeid soortje vind ik dit niet het goede arbeid. Nee, echt niet. Nee. Dit is gewoon echt niet het goede arbeid. Vind ik echt niet. Zullen we aankomen? Nog niet, zijn we nog niet aangekomen? Of we gaan nog niet aankomen? Nee, we gaan nog altijd naar voor het rond. Fuck. Doen we nu aan? Ja. Nee. Ja, daar is het station. Die zijn hier gezeten. Dit station is dus voor het zonder dag. En kijk, ik vind het eigenlijk wel geen slechte achtbaan, maar ik heb dit even weg. Maar voor het type vind ik het niet echt de goede achtbaan. Kunnen we buiten. Maar kijk, die kaartjes zijn ook, hè. Het zijn echt zo 1 kaartje. Dit is niet voor een auto achtbaan. Dit is echt wild muis type moet het zijn. In mijn ogen moet dit echt gewoon een wilde muis achtbaan zijn. Ik vind van wel. Nou jongens, we gaan naar de Cliffdriver. En dan doen we denk ik aan een dive coaster. Als ik die naam hoor, denk ik aan een dive coaster. Dus ik ben benieuwd of het een dive coaster is. Cliffdriver. En terwijl ik de laatste foutmeldingen wegklik, wat er natuurlijk niet vermoedelijk uit dat je foutmeldingen krijgt bij No Limits. Oké, we zitten niet in een... Oh, het is een hangachtbaan. Moet ik de platform weg? Ja, de platform valt weg. Het is een hangachtbaan in een sneeuwgebied. En... Nee, dit hebben we nog... Hebben we deze alles gedaan? Nee, denk ik niet. Nee. Oké, Cliffdriver. 12 km per uur. De berg op. Dus we hebben een lange trein, ik weet het niet. Maar ik ben benieuwd. Misschien ook echt die voetstukken van de ondersteuning uitkomen. Nee, deze hebben we niet gedaan. Nee. Ik ken deze volgens mij wel. Heb ik al eens gedaan, maar niet in de video. Oh, dit is zo green. Het is wel spannend. Het is die bergen ook. Oh, dat is wel leuk gedaan. Bochtjeswerk. Tussen de berg. Klein tunneltje. We gaan zo over de bergen. Dat is wel mooi gemaakt, moet ik zeggen. De bergen. Oeh, die haalt je ook maar heel net. Heel snel naar 100. Gaan we een looping hebben? Ja, we hebben een soort van looping. Met een curve trekker ding erin. Oh, spiraal ook goed. Ja, een beetje remmen, moet wel even. Een paar remmetjes, ja. Natuurlijk, super. Ik heb nu niet op de snelheid gelet, maar... We gaan nu een spiraal maken en dan gaan we naar 100 ofzo. Ja. En... Voel. Dan zijn we naar 100. Over het water. Je hebt lekker baardje? Ja? Ik vind het wel. Maar 93 uur heb ik net even makkelijk gezien.
weer even wat rammetjes doen. Komt het 10 per uur, gaan we verder. Ja. Doe een klein tunneltje. Een klein tunneltje, ja. Kan op zich wel. Dat is eigenlijk niet nodig, vind ik. Weer over dat water gaan. Boem, door een paal heen. Oké, dit is niet. Ja, door een paal. Oh, dit is wel nice. Je gaat over het station. Dat is eigenlijk wel nice. Over het station. En dan zien wij hoe lang de baan ongeveer duurt. Nou, redelijk lange achtbaan moet ik zeggen. Wel geen slecht. Ik vind het een redelijk goede achtbaan. Dus positief. Dan gaan we. Oh, dit is wel stijl. Dit is stijl. Op de rug. Zo voor een tijdje op je kop. Weer door een paal. Baan ging door een paal. Dus dan zou het koudje al botsen. Ook moest normaal zonder dingen lang stil. Omdat we volop tegen een paal zijn aangeknald. Twee keer. Eigenlijk drie. Zijn we er bijna? Heuveltje en een. Het einde is wel leuk, denk ik. Dit is toch het einde? Ja, het einde is gewoon leuk. Een heel erg leuk einde. Vooral dan nog dat laatste spiraaltje erin. Heel erg leuk einde. Ik wil eens even vliegen door de achtbaan. Fly. Je ziet, het is een uiteengebouwde achtbaan. Heel uiteengebouwd. Heel erg uiteengebouwd. Hij vertrekt hier. En dan hebben we dus dat bochtenstuk. En dan vind ik dat tunneltje daar eigenlijk niet echt gepast. Dus eigenlijk, voor mij was het ook dat weglaten. En dan... Het is een heel erg leuke achtbaan. Heel veel sneeuwgebied. Het is echt helemaal wit en daarachter is allemaal weer een dennenboom. Maar ja, dat is zo. Dit was als de Cliff Dive. Diver. En nu gaan we naar Koelhaus 1978. Dames en heren, er is een foutje gelopen tijdens het laden van de laatste achtbaan. Want No Limits gaf een error. Een fataal error. Waardoor de achtbaan dus niet werkt. Dus we gaan niet de Koelhaus doen. Maar in de plaats heb ik Limit in de plaats. Ik heb van kut maar allemaal mapjes nu gaan indelen. Maar het gaat dus nu tussen Cheesy, Cliff Diver en Limit. We gaan dus nu de laatste achtbaan doen en dus... Limit. Nou, en Limit doet gelukkig gewoon wel. We gaan hem inladen en we hebben weer een hangen achtbaan. Waarvan er redelijk geen platform is. Oh ja, dat is wel een platform, excuus. En je ziet, het is een, ja, opeengebouwde baan. We zien ook gewoon een Limit coach staan. Zelfde karretjes, zelfde baantype. Maar dit ziet er mij wel een spectaculaire achtbaan uit. Op zich, ik ben een voorstander van. Ik ben nog een voorstander van mijn loop in et cetera. Het ziet er mij wel een sportieve... Stijle, stylische achtbaan uit. We gaan het zien. Dit is Limits. De laatste achtbaan van deze aflevering. No Limits. Stijl erop. Dus we kunnen het erop. Goed zo een paal. Nog een paal. Maar ja, waarom niet? Kan allemaal. Ja, geen slechte achtbaan. Alleen jammer. Van die palen vind ik het gewoon nu al jammer. Dat bedoel de palen, ik zal daar eens even heen vliegen. Nu zijn we weer naar de rail door de baan gegaan. De paal gegaan. Is het einde? Is het al het einde? Het is gewoon het einde al. Nou oké. Okay. Dus dat het einde is. Waar die paal zit, het is gewoon al helemaal in het begin. Namelijk hier. Kijk, we gaan gewoon hier dwars door de paal. Twee palen zelfs. En dan iets verderop gaan we, ja het is eigenlijk wel een leuk achtbaantje. Dan ga ik eens even volgen, want we gaan iets verderop. Gaan we gewoon hetzelfde meemaken. Hier is wel leuk, je gaat zo echt zo over de achtbaan in. Iets verderop gaan we hier zo met de rail. Kijk, oh ik help je. Gaan we met de rail. Oh shit. Gaan we met de rail erdoor. En dit is een fly by fly. Maar eigenlijk zie ik helemaal niks van de fly by fly. Oh wel, zo moet je doen. Moet je zo opnemen. Kan je ook van elkaar switchen. Kijk. Dus we zullen het even zien. Wat ik bedoel met de paal. Dus we dit nog even zo. Dit is een extraatje. Voilà, nu zien we dit door de paal heen gegaan. Maar dit is ook wel een gaaf beeld om dit zo op te nemen. Was dit een rollercoaster gekomen, was het allemaal veel makkelijker. Ik zweer, rollercoaster biedt het niet aan. Jammer, maar... Dit was Limit. En we gaan dus de keuze moeten maken uit Cheesy, waar eigenlijk het baantje niet goed vond. Cliff Diver, gewoon een heel goede achtbaan. En Limit, met een paar kleine foto's van de Limit, denk ik nog wel een leuke. Maar mijn winnaar is Cliff Diver. Dat is mijn winnaar. Cliff Diver gaat voor mij verder. Ja, Cliff Diver wint voor mij. En volgende week gaan wij een nieuwe achtbaantje doen. En dat zijn Crazy Mouse, Crystal Beach. Beach, nee dat is geen beach, en Dark Abyss. Dat is een achtbaan voor volgende week.
En Crazy Mouse, dat doet mij aan een spinnencoaster denken. Dat is voor volgende week, dames en heren. Tot volgende week in de coaster. Als je bij een nieuwe aflevering.